Welkom terug, dames en heren, voor deze tweede inleidingsvideo bij Resurrectie 2019 over de eerste Korintiërsbrief. In een eerste video hadden we het al een beetje samen met professor Raimund Bieringer, professor Nieuw-Testamentische Exegese in Leuven, hadden we het al over de context van die eerste Korintiërsbrief. En nu in deze tweede video willen we het ook even hebben over de inhoud van de eerste Korintiërsbrief. Professor, nog eens dank om hier bij ons te zijn. Heel graag. En opnieuw direct een eerste vraag over de inhoud van de eerste Korintiërsbrief. Zou u iets kunnen vertellen over de positie van vrouwen? Want dat is namelijk, wanneer het gaat, zeker niet alleen maar over de eerste Korintiërsbrief, maar over de brieven van Paulus in het algemeen, wordt daar nogal snel het element, of de passage waarin hij spreekt over de positie van vrouwen, wordt daar nogal snel uitgehaald, ook wel een beetje gekarikaturiseerd enzovoort. Zou u ons misschien enkele leesleutels kunnen aanbieden van waaruit we die passages moeten begrijpen in de brieven van Paulus? Jazeker, het is inderdaad zo, dus dat uit 1 Korintiërs weten de meeste mensen dat Paulus gezegd heeft de vrouw moet zwijgen in de kerk. Zo wordt het meestal vertaald of weergegeven. En ook natuurlijk de man is het hoofd van de vrouw. Maar men moet deze uitspraken natuurlijk in context zien, in de context van de gemeente in Korinthe. En ik zou mij daar niet op blind staren, maar ik zou beginnen dus met dat we zien in de brieven, vooral in hoofdstuk 11, dat vrouwen in Korinthe blijkbaar de leiding hadden van sommige gebedsdiensten en ook in het profeteren, dus de profetie. Dat was in het vroege christendom een charisma. Dus dat later uitgestorven is in de kerk tot op zekere hoogte. Maar ook daar waren vrouwen dus actief. En in dat opzicht stond Korinthe misschien al verder dan sommige van onze katholieke parochies vandaag. Dus vrouwen hadden een belangrijke rol in Korinthe. En natuurlijk, wat is er dan gebeurd? Waarom spreekt Paulus dan over het hoofddoek? Waarom probeert hij zo sterk te beklemtonen dat de man het hoofd van de vrouw is? Dat is zeer moeilijk te achterhalen, maar het lijkt toch zo dat Paulus in de context schrik had dat eventueel de gemeente ook door de omringende andere religies op een verkeerde manier begrepen werd. Dus hij probeert daar op een of andere manier de rol van de vrouw toch een beetje in te perken, maar hij vergaloppeert zich eigenlijk, doordat hij dan het zo voorstelt alsof de man alleen het beeld van God is en niet de vrouw. Maar hij realiseert zich dat ook enkele versen later en hij begint dan toch de wederkerigheid dus van man en vrouw te beklemtonen, ook in de Bijbel. En dus ik waardeer dat ten zeerste dat u hier een Paulus ziet die ook met deze vraag worstelt. En men mag niet zo één tekst, één citaat uit de context halen. Dus de positie van vrouwen in de brief van Paulus is eigenlijk veel genuanceerder en moet vooral gelezen worden binnen een context waarin vrouwen in die eerste gemeenschappen juist al een heel grote rol spelen. Een rol die allicht groter is dan vrouwen vandaag op veel plaatsen in de kerk. Ik denk dat wel. En dat zie je ook aan de concrete vrouwen die een naam hebben. Ja. Dus Febe heb ik al vermeld in het eerste deel. Dus een vrouw die Paulus Diakonos noemt van de gemeente in Kenchreën, dus de havenstad van Korinthe, dus ook in de grote context van Korinthe. Dat is een vrouw die zeker bij de mensen die geadresseerd zijn in deze brief bekend was en die een leidinggevende functie had, ook al weten we niet precies wat dat nu echt inhield. En dan natuurlijk ook Prisca, die vanaf het eerste bezoek met haar man Aquila in Korinthe aanwezig was. En als we een beetje Handelingen mogen geloven, in hoofdstuk 18, had zij dus ook een lerende en een pastorale rol in Korinthe. Paulus noemt haar en haar man medewerkers. Dus ze zijn zeker dus actief in de verkondiging van het evangelie. En Paulus zegt zelfs dat alle gemeenten van de heidenen hen dank verschuldigd zijn. Dat betekent ook dat ze bijna een universele rol hadden in het vroege christendom. En dit is precies een vrouw die in Korinthe bekend was. Ja. Dan misschien kort iets over de huwelijksmoraal die Paulus ook behandelt in die eerste Korintiërsbrief. Hij neemt daar nogal, een positie die kan geïnterpreteerd worden als zijnde iets of wat afstandelijk tegenover het huwelijk. Het is een instelling die hij enigszins op een afstandelijke manier benadert. Kan u daar misschien iets meer over zeggen, hoe het komt dat Paulus zich daar op een zeker afstand van weet en zich dat een beetje op afstand houdt?
Ja, ook dit moeten we in zijn historische context zien. Dus het gaat hier over teksten in hoofdstuk 7 van de brief. Blijkbaar hadden de Corinthiërs daar ook heel veel vragen over. En nu principieel moeten we beklemtonen dat Paulus zich wel achter het huwelijk schaart. Dus hij steunt het huwelijk principieel. Mm-hmm. Maar, en dat heeft dan in de geschiedenis wat problemen veroorzaakt, hij zegt het is eigenlijk alleen een middel tegen ontucht. En als je dat zo extreem dan formuleert en uit zijn context rukt, kan dat tot verkeerde interpretaties leiden. En een beetje later in hetzelfde hoofdstuk zegt Paulus dan ook dat hij zelf zou kiezen om niet getrouwd te zijn. Ja. Omwille van de verwachting van de eindtijd, die volgens Paulus ook op dat moment nog zeer nabij zou zijn. Ja. Dus in die zin denkt Paulus dat er op het moment van de tijd midden van de jaren 50 het eigenlijk niet meer nodig is om te huwen. Natuurlijk, later en vandaag is er een heel andere situatie. Mm-hmm. Paulus is niet principieel tegen het huwelijk. En hij probeert ook alle vragen die met het huwelijk te maken hebben op een manier te beantwoorden dat het gaat over liefde en wederzijds respect. Ja. Het is inderdaad zo dat dus zijn positie uit zijn context gehaald vandaag misverstanden kan oproepen. Dus eigenlijk ook hier is zijn positie toch wel veel genuanceerder. En ook moet ook vooral bekeken worden vanuit zijn eigen persoonlijke achtergrond. Vanuit zijn persoonlijke keuze, vanuit de persoonlijke keuzes die hij zelf gemaakt had. Eerder dan een soort van verabsolutering van wat dat de huwelijksmoraal volgens hem moest zijn. Dat zou zeker ook tegen zijn eigen intenties zijn, inderdaad. Ja. Dan nog iets kort over een element dat ook een centrale rol speelt in die eerste Corinthiërsbrief, namelijk de gave van de Heilige Geest. Die, als men het zo leest, de gave van de Heilige Geest, klinkt dikwijls nogal vaag zo. Hè. Zou u daar misschien een iets concretere invulling vanuit de eerste Corinthiërsbrief aan kunnen geven? Aan die charismata, aan die gave van de Heilige Geest? Inderdaad, dus Paulus spreekt over de gave van de Geest in hoofdstuk 12, 13, 14. En hij wil daar vooral zeggen dat ook de profetie een gave van de Geest is. En dus hij wil proberen om ook de glossolalie binnen de context van dus de charismata te bespreken. Mm-hmm. En dus de charismata maken deel uit van de pneumatica, van de, zoals u zegt, de dingen die met de Geest te maken hebben. De dingen die in het leven van een persoon die door de Geest wordt gedreven aan de orde zijn. En op Paulus is dat heel concreet. Dus charismata zijn gaven van God voor de mens die de roeping van God aanvaardt. Mm-hmm. Maar het zijn gaven van God niet gegeven aan een mens om zijn eigen dingen mee te doen, maar het zijn gemeenschappelijke gaven. Het zijn gaven voor de gemeenschap. Mm-hmm. En dus ze zijn gegeven om de gemeenschap op te bouwen. Mm-hmm. En dat is voor Paulus altijd het criterium. Ja. Als ze dienen om de gemeenschap op te bouwen, dan zijn ze voor hem belangrijk. Maar als ze alleen dienen om de eigen persoon op een of andere manier te bevoordelen, dan heeft hij aarzeling en dan is hij snel met zijn kritiek aanwezig. Ja, nu spreken over de gemeenschap brengt ons dan ook bij een ander beeld dat centraal staat in die eerste Corinthiërsbrief, namelijk het beeld van die eerste kerk, van de eerste christelijke gemeenschap, als zijnde het lichaam van Christus. Zou u dat ook een beetje kunnen toelichten hier? Omdat dat een beeld is dat ook zeker in de 20e eeuw dan hernomen is geweest en dat tot op vandaag een zeer grote rol speelt. Dus zou u daar misschien kunnen toelichten hoe Paulus dat beeld definieert van het lichaam van Christus? Inderdaad, dus in hoofdstuk 12, juist in dezelfde context, spreekt hij dus van het lichaam van Christus. En hij zegt heel concreet, en in geen andere brief gaat hij zo ver, om te zeggen, jullie zijn het lichaam van Christus. En dan gaat hij verder met dat beeld toe te lichten door te zeggen, een lichaam bestaat uit verschillende lichaamsdelen. En het lichaam kan alleen bestaan als die verschillende lichaamsdelen samenwerken en als elk deel van het lichaam gerespecteerd wordt en als elk deel als belangrijk wordt beschouwd. Mm-hmm. Op die manier probeert hij dan aan te tonen dat dus eenheid in verscheidenheid nodig is. Geen uniformiteit, mm-hmm. maar eenheid in verscheidenheid. Dus de verschillen tussen de mensen, zoals ook de verschillen tussen de lichaamsdelen, zijn noodzakelijk, mm-hmm. om dus die eenheid te bereiken, om in feite bij het lichaam
leven te garanderen. Anders is er geen leven. Ja. En voor Paulus is dat dan zeer belangrijk om dit beeld mee te geven voor een verdeelde gemeente, waar dus bepaalde groepen zich gemarginaliseerd voelen, waar bepaalde groepen zich niet herkend voelen. Mm. En waar dus eigenlijk verdeeldheid en conflicten ontstaan. En Paulus denkt dat hij met dit beeld, samen dus dan met het volgende hoofdstuk 13 over de liefde, dus omdat de charismata, de genadegaven voor de opbouw van de gemeente en ook dus de verscheidenheid van de mensen kunnen alleen tot eenheid leiden als de liefde het centrale is. Mm-hmm. En als ze dus de liefde beoefenen, zoals Paulus dat in zijn hooglied van de liefde zegt. In dus de eenheid in verscheidenheid geeft eigenlijk het leven aan de kerk. En zo is het de kerk als lichaam van Christus eigenlijk ook een zeer actueel beeld voor ons vandaag om aan kerkopbouw te doen. Dat is inderdaad zo. En wat natuurlijk dan zeer belangrijk is, is dat dus Paulus zegt lichaam van Christus. Dus het is niet alleen dat wij, dat hij dus een soort beeld vanuit de biologie gebruikt, maar we zijn het lichaam van Christus. En dat betekent dus dat Christus verder werkzaam blijft in deze wereld en aanwezig blijft, juist door de gelovige gemeenschap. Ja. En dus om zo ver te gaan, hij zegt niet alleen jullie representeren Christus, maar hij zegt jullie zijn het lichaam van Christus. Dat is een zeer nauwe band. Ja. En dus daardoor krijgt natuurlijk de gemeenschap in Korinthe en ook de kerk vandaag een zeer belangrijke verantwoordelijkheid. Ja. Met dit beeld met dit hoopvolle beeld van Christus die ons bijstaat in het leven van de kerk, denk ik dat we deze video over de inhoud van de eerste Korintiërsbrief kunnen afsluiten. Professor Bieringer, heel veel dank om deze zeer leerrijke toelichting. En wij zien u zeer graag terug bij de eerste videomeditatie van Resurrexit, de virtuele retraite van de Belgische Dominicanen tussen Pasen en Pinksteren. Dag!